Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 6 september 2016. Het is bulletin van dinsdag. Vandaag is er veel korter dan anders morsen, vervolgens een SSTV plaatje in PD90. En in de vrijgekomen tijdsduur van de morsen is er een kort signaal in FSQ 4.5. Hij staat bij mij op 800 Hz, maar het lijkt erop dat die instelling geen verschil maakt. Digitale mode is dus FSQ 4.5. Deze modus werkt overigens niet met FL Digi voor Android. Zoals de afgelopen dagen al eerder gemeld, bevindt de zendantenne van PI3UTR zich nu weer op de Gerbrandy-toren. Het signaal gaat, tegelijk met een gelijkspanning van 48 volt naar boven, via de coax, waarbij een versterker op 350 meter hoogte het signaal op het gewenste zendvermogen brengt. De ontvangstantenne bevindt zich nu weer op 300 meter. De overige co-channeling-zenders staan momenteel niet ingeschakeld. Er is nog wat tijd nodig voordat deze ook weer ingeschakeld kunnen worden. Tot afgelopen zondag werkte PI3UTR met een zender in Hilversum en een zender in Goes. Het SSTV-plaatje van vandaag is een foto van de nieuwe eindtrap zoals die sinds eergisteren bij PI3UTR in gebruik is. De explosie van een SpaceX Falcon 9 tijdens een reguliere test op 1 september heeft ook gevolgen voor enkele amateursatellieten. Fox 1C en Fox 1D bij de CubeSats zouden tussen 1 en 30 november ook met een Falcon 9 gelanceerd worden. Ook de Naïef 1 CubeSat loopt door het ongeluk bij SpaceX vertraging op. AMSAT zal nog nader berichten over nieuwe lanceerdata. Voor wie alvast in de stemming wil komen voor de ballonvossenjacht aanstaande zondag, die kan komende vrijdagochtend al een voorproefje krijgen. In Duitsland wordt op vrijdag 9 september tussen 9 en 11 uur ook een weerballon met amateurpayload opgelaten. Zij het een iets eenvoudiger payload dan bij de Nederlandse ballonjacht. De lancering van de ballon gebeurt vanuit de plaats Mechede, zo'n 140 kilometer oostelijk van Venlo. De payload is gemaakt door scholieren van een gymnasium in dezelfde plaats op basis van een Arduino. Tijdens de vlucht worden luchtvochtigheid gemeten, temperatuur en luchtdruk. Deze gegevens worden in spraak uitgezonden op PMR kanaal 3 op 446,03125 MHz. Die frequentie is expres zo gekozen zodat scholieren het signaal ook zelf met eenvoudige middelen kunnen ontvangen. Op basis van eerdere ervaringen moet het signaal volgens de bouwers in geheel Duitsland te ontvangen zijn en vrij waarschijnlijk zal dit ook in Nederland het geval zijn. De ballon is vrijdag ook op aprs.fi te bekijken, dat is met de roepnaam DL0 Mike Echo Sierra. Aanstaande vrijdag dus tussen 9 en 11 uur 's ochtends, frequentie 446,03125 MHz en op aprs.fi als DL0MES. Verdere informatie is ook te vinden op Facebook, dat is op facebook.de/stratosferenballoon. Dat schrijf je als STRATOS en dan PHAEREN ballon. Ik zal de gegevens ook op panelete.nl zetten. Ja, dit is het al aangekondigde deel 14 over digitale modus. In de vorige delen hebben we het gehad over digitale spraak en we hebben ook al gesproken over RTTY. We zijn daar blijven steken bij de overgang van mechanische apparaten voor zenden en ontvangst naar elektronische manieren via computers of gespecialiseerde elektronica. Vanaf nu gaan we in op de verschillende modulatiesoorten, dat zijn er nogal wat, en op hun specifieke eigenschappen. Bij de digitale datamodus op HF is er een soort waterscheiding tussen de RTTY en PSK-achtige modus, die relatief snel zijn, maar ook relatief kwetsbaar, en de zeg maar MFSK-achtigen, die veel trager zijn, maar ook bijzonder robuust. Sommige modulatiesoorten presteren meer dan 30 dB beter dan single sideband. Dat wil zeggen dat een signaal van 1 watt met zo'n modulatietype bij gelijke omstandigheden als antennes en propagatie net zo goed werkte als een SSB-signaal van meer dan 1 kW. Voor mensen met beperkte antennemogelijkheden is dit ideaal, net als voor mensen van wie de buren veel last hebben van de grotere zendvermogens. Op VHF openen dit soort modulatiesoorten de mogelijkheden om zonder heel grote zendvermogens toch aan moonbands te doen. Bandbreedte speelt bij dit alles een grote rol bij hoe de modulatiesoort presteert. Immers hoe smaller het filter dat je bij ontvanger kunt gebruiken, hoe minder ruis je binnenkrijgt, waartussen je een signaal nog moet zien uit te peuteren. Een smallere bandbreedte betekent echter ook een tragere transmissiesnelheid, dus er komen minder tekens in dezelfde tijd doorheen. Dit laatste geldt overigens met name de PSK en de FSK-modus, zoals PSK 31 en RTTY. Bij een breder signaal kun je bij bepaalde modulatiesoorten met de nodige wiskunde een breder signaal dieper uit de ruis krijgen, doordat de detector bijvoorbeeld bepaalde patronen uit zo'n signaal kan detecteren. Patronen die in random ruis niet voorkomen. Bij de herkenning van dat soort patronen kan ook een nauwkeurige klok een rol spelen. Als je weet wanneer een signaal of een patroon daarin begint, dan kun je het ook gemakkelijker uit de ruis peuteren.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.